Hey, hoi! En ook op deze woensdagavond hebben we weer een nieuwe video in onze Adventserie. Net zoals gisteren wil ik graag met jullie lezen uit 2 Samuel 7. We pakken het verhaal van gisteren weer op. Hè? David die verlangt om een tempel te bouwen voor God. En Nathan die eerst zegt van, doe maar, want God die helpt je toch. En dan komt God toch naar Nathan toe en zegt van, nou, dat moest maar niet. En vertel David maar het volgende. Dit zegt de Heer. Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb nog nooit in een huis gewoond. Vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe. Al die tijd trok ik rond in een tent en tabernakel. Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken. En heb ik ooit aan een van de herders van Israël, die ik heb aangesteld in mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een huis van cederhout te bouwen? Wel nu. Zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam. Ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten der aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt zoals toen het te pas woonde. En ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De Heer zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij zal mij als een zoon zijn. Als hij zondigt, zal hij me kastijden met stok en zweep slagen, zoals een vader doet. Maar hij zal nooit bij mij uit de gunsten raken, zoals Saul, die ik verstoot omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen. Tot zover. Dit zijn bijzondere woorden. David die verlangt ernaar om een tempel te bouwen voor de Heere God. En God zegt, nou, dat moest maar niet. Jij moet dat niet gaan doen, maar je zoon, die zal voor mij een huis gaan bouwen. Die zal een tempel gaan bouwen. En dat niet alleen, die zoon van jou, die zal ook voor mij als een zoon zijn. En ik zal hem altijd terzijde staan. Zijn koningschap zal niet wankelen. Ik ga hem helpen en bijstaan. En uiteindelijk, David, zal ook jouw koningschap nooit wankelen. Je koningshuis zal eeuwig voortbestaan. Nou, of eventjes naar de geschiedenis van Israël kijken. En dan zien we inderdaad dat God bij Salomo was. Dat Salomo ook inderdaad die tempel voor de Heer heeft gebouwd. Maar dat Salomo ook, nou ja, behalve heel wijs, op een gegeven moment heel eigenwijs zijn eigen wegen ging. En we zien ook dat zodra Salomo stierf, het koningschap onder de zoon van Salomo uit elkaar scheurt in 2 koninkrijken. En dat er een hele lijst van koningen zich opvolgde. In beide koninkrijken. Dan die en dan die. Het is af en toe moord en doodslag. Allerlei intriges. Een soapserie is er niks bij. En als je denkt dat Game of Thrones een heftig televisieprogramma was. Moet je de Bijbel eens lezen. Hoe het daarom weggaat. En weet je, uiteindelijk leidt het tot een ballingschap. Als we nou kijken naar Israël. Dan zien we dat het gewoon een president heeft. Hè? Het is geen koninkrijk. We kennen op dit moment niet het koninkrijk Israël. En toch zegt God hier, jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen. Of we dan toch geloven dat God een God is die doet wat hij belooft, dat hij trouw is tot in eeuwigheid. Hoe kan dit dan? Goeie vragen, hè? Daar ben ik ook voorganger voor. Het moet zo zijn dat er iets meer is. Weet je, we hebben al gezien, hè, ook in onze eerdere meditaties, dat van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij komt uit de lijn van David. Hij stamt af van David. Hè. Uit de stronk van Isaïe komt een telg op. Hè. En zo zijn we ook door de Bijbel heen gegaan. Hebben we ontdekt dat de Heer Jezus een directe afstammeling is van koning David. En Jezus is koning. God bouwt zich een huis. God bouwt zich een koningschap. En de ware koning voor Israël, niet alleen voor Israël, maar voor de wereld, dat is de Heer Jezus Christus, Gods eigen Zoon. En hij zal het koninkrijk herstellen. Gods koninkrijk herstellen.
En dat zal hij niet alleen maar gaan doen in Israël, dat zal hij wereldwijd gaan doen. Als de Heer Jezus terugkomt en het vrederijk zal komen. En Gods koninkrijk zich zal baanbreken van zee tot zee en van pool tot pool. En dan zal hij regeren als vredevorst, koning van de vrede, die aan conflict en aan gebrokenheid een einde gaat maken. Hij maakt alles weer heel, maakt alles naar Gods wil. Weet je, en dat is het eeuwig huis wat de Heere God aan het bouwen is in koning Jezus. De belofte die hier aan David wordt gedaan, die is ten dele vervuld. In Salomo, die in de gunst bij God stond, die een tempel mocht bouwen. En het wordt compleet vervuld in Jezus, die nu al koning is in de lijn van David. En straks gaat komen om zijn rechtmatige plaats op de troon in te nemen. Weet je, daar mogen we naar uitkijken. Ook daar staan we bij stil in deze periode van Advent. We zijn onderweg naar Kerst, maar we zijn zeker onderweg naar die tijd dat koning Jezus gaat komen om zijn rechtmatige plaats in te nemen. Nou, dat wou ik vandaag met je delen. Dankjewel voor het kijken en ik wens je ook een hele fijne avond. Tot morgen. Bye.